hartelijk welkom vanuit Emmen. We zien de opstelling van Emmen, daar valt niks aan te verrassen. Of Lucky moet echt iets heel geks hebben bedacht, maar dat zal toch het 4-2-3-1 zijn zoals we dat intussen een beetje kennen. Met dus Diemers erbij. En Utrecht nog even richting het uitvak. En hoe ze precies staan, we zullen het snel genoeg zien. Ja, er kunnen mensen wingback staan die dat normaal gesproken niet staan. Misschien gaat Bouzaïd wel linker wingback spelen. We zullen het snel genoeg zien. Wat er precies is bedacht door Henk Vreese. Hij wil er echt niks over vertellen in aanloop naar deze wedstrijd. Hier is Zivkovic, een van de oud-Utrechters in de basis bij Emmen. Steekpaasje slim. Nou, nu goed uitspelen. De grote kans is daar. De paas niet helemaal goed. Diemers pikt op. Hardeveld. Daar had meer in gezeten voor Emmen. Brouwers. De Avest. Strak goed gegeven hoor. Kon net worden verdedigd door Veldmaten. Dringen in het doelgebied. En die valt erin. Doevikas krijgt hem op zijn hoofd. En Utrecht leidt. Goeie hoekschop. En het is toch dan de vraag. Wie van die twee staan er voorin? Nou, vandaag zijn ze het alle drie. En één van die drie scoort. Doevikas. Bijna Pardoes hoe die ballen op het hoofd krijgt. Met Romani daar. Hij krijgt hem op zijn hoofd, op zijn schouder. Hij krijgt de bal er in ieder geval in. Dat is het belangrijkste. Romani. Vlak. Levert in. Herstelt zelf. Geen buitenspel dit. Mendes. Mendes legt klaar. Romani. Oh, die schiet naast. Wat een kans op de rand van de 16. Tweede goede kans voor Emmen. Dost. Travest. Bal valt bijna binnen. Oh, Schlegel nog net. Het zal nog een voorzet zijn geweest, neem ik aan. Ja, een slechte voorzet kan zomaar opeens een mooi doelpunt opleveren. Bijna valt hij over Oel Schlegel in. Tost probeert los te komen van Vlak. Dat lukt niet, maar nee. Er staat Vlak op de juiste plek voor Emmen. Benadou. Bal is op maat. De voorzet bijna. Maar net voordat Romani met het lege doel zou kunnen tikken, wordt hij weggegleden. Viergever boos, want de organisatie klopt echt lang niet altijd bij Utrecht. Bouzaïd, buitenkantje voet. Oh, lekker gegeven. Maar Onslegel redt op de inzet van Redam. Heerlijke voorzet. Zo makkelijk scorend in de voorbereiding lukt het nu nog niet in de Eredivisie voor het dan. Fijn paasje is dit. Oh, echt perfect op maat. Het is technisch zeer fraai. Maar ook nog eens uitermate effectief. Hier is Romani. Romani buitenom. En daar ligt Barkas precies op de juiste plek. En de grote vraag is wie gaat als eerste nu weer scoren, want daar hebben ze beide de kans al voor gehad. Nu Romani weer. En daar is Romani helemaal vrij en die zit erin. Diemers met de corner. Romani loopt helemaal vrij en bij Utrecht klopt de organisatie niet. En dat moet frustrerend zijn. Zelfs scoren daar een standaard situatie, maar hem dan ook zo weggeven. Dit kan niet vanuit Utrechts perspectief gezien. Het is heel slim van Emmen om Romani zo vrij te krijgen. Die...
standaardsituaties zijn tot nu toe het geheim tot het succes. Deze zit er ook weer in. En daar is de oudspits van Emmen. Derde doelpunt in de wedstrijd. Derde corner. En Bas Dost heeft zijn derde van het seizoen te pakken. Daar waar het allemaal ooit begon. En waar hij wellicht zou terugkeren afgelopen zomer. Maar het werd niet Emmen, het werd Utrecht. Vlak bij hem. Die moet constant Dost bewaken bij de standaardsituaties. Dan gebruikt hij zijn lichaam. Komt hij gewoon goed, ja. Veldmaten probeert hij nog wel weg te halen. Maar het is ook met gevaar voor eigen hoofd dat Dost dit doet. Rui Mendes. Het is 4 tegen 4. Hoe speelt Emmen het uit? Mendes wordt wat opgehouden. Dan krijgt hij de bal wel nog bij Diemers. Hardeveld buitenom. Diemers zelf in de korte hoek geprobeerd, maar die niet gevonden. Balverlies van Kluivert. In de opbouw net iets te veel van dat soort fouten maakt eigenlijk. Mendes heeft Diemers bij zich. Kan ook zelf. Rebound voor Zivkovic. Gaat er niet in. Krijgt hem niet in een hoek. Hoeseit. Oh, Dost heeft de vrijheid. Krijgt hij de bal daar? Nee. Nu niet buitenkantje voet, maar met de linker de voorzet van Bouzeïd. Veendorp. Daar is Mendes. Mendes heeft de bal nog. En Barkas heeft hem niet. Klaarleggen voor vlak gaat alleen mis. En dan loopt vlak weer te lang met de bal. Bouzeïd. Van de kust buitenom. Van de kust heeft hij het overzicht. Dat heeft hij zeker, maar Ratan krijgt hem er niet in. Een van de meest opvallende spelers in de voorbereiding bij Utrecht. Waarbij het bijna de vraag werd, wie staat er eigenlijk naast Ratan voorin? Dost of Doefikas? Zo goed was Ratan. Diemers goed gekapt. Wacht op Hardeveld. Die is hier. Hardeveld. En die valt voor Mendes. Emmen op 2-2. Rui Mendes met zijn eerste in de Eredivisie. Bernardo die hem slim meegeeft. Hardeveld. En dan via Barkas zo voor de voeten van Mendes. Dat kan niet meer worden voorkomen. Van de kust probeert zich er nog voor te gooien. Ik zou toch zeggen, Utrecht, met alle ambities, mag niet beginnen met 3 uit 3 gezien de tegenstanders die er zijn geweest. Hier is Asenoun. Hier is Rui Mendes. Voorzet laag. Schot van Tufiki. Romani er niet langs. Mendes pikt op. Ligt ruimte. Vlak. Schot van richting veranderd. Valt erin. Een gelukstreffer voor Emmen. Maar wel de ploeg die er het meeste aanspraak op mag maken. Vlak probeert het maar eens. En dan gaat de bal via viergever erin. Gewoon maar eens proberen. Het schot lijkt ongevaarlijk, maar met Barkas op weg naar de hoek is die aanraking van viergever alles beslissend. Met Barkas dus op het verkeerde been. Dost valt de bal aan, maar Araujo kan ook wel aardig kop. Schein. Bouzeïd. Eerst kappen, dan voorgeven. En daar is Dost en daar is de redding van Oelslegel. Rebound kan alsnog. Viergever die daaruit dacht te halen. Maar de bal miste. Vol op de pantoffel bij Bas Dost. Maar het blijft bij die ene tegen zijn oude club. Dost.
Dost geeft mee. Laatste kans voor Utrecht. Silla. Bal over de zijde. Dan mag Utrecht gooien. Eén kans nog. Voor de ploeg van Vrezen om een punt te pakken. Een verre inworp. Geen verre inworp. Schein. En dan heeft Emme de bal en is het afgelopen. Emme boekt de eerste overwinning van het seizoen. En een valse start voor Utrecht. Want na de gelijke spelen tegen RKC en Cambuur, nu een nederlaag in Emme. Een hele leuke eerste helft. Het spektakel bleef wat uit na rust. Maar Emme benutte de weinige kansen die er waren wel. En Utrecht creëerde niet zoveel. Ja, Dost is een beetje in de slotseconde. Boos, mopperend. Iedereen bij Utrecht zal mopperen. Niemand zal tevreden zijn met dit puntentotaal na 3 wedstrijden. Maar daar waar Utrecht dus teleurstelt, heeft Emme nu 4-3. En het feest, dat al tijdens de wedstrijd werd gevierd, gaat daar vrolijk door. Daar waar vrolijk uiteraard niet slaat op Frans van Zeumeren. Feest in Emmen. Grote teleurstelling voor Utrecht. Daar de lach bij Lubbers. Want na een over de hele wedstrijd genomen zeer vermakelijk duel. Vol spanning, vol fouten en vol met treffers. Wint Emmen met 3-2 van Utrecht.